Wat slim dat je kijkt naar de video open een rekening via NNEK Kennis. En hier open je alle soorten rekeningen die je zou willen openen, afhankelijk van de rechten die je hebt. Dit is het eerste scherm dat je ziet als je op de knop drukt. En dit is belangrijk om altijd even te kijken, want hier staan kleine voorwaarden die belangrijk zijn of mogelijke wijzigingen. Bijvoorbeeld in dit geval over de tool die geüpdate is rondom de uitkering van het variabele pensioen. Je ziet ook welke eisen er zijn om een rekening te openen. Wat je nodig moet hebben als je bijvoorbeeld een rekening opent voor een klant of een zakelijke klant, dan heb je dit dus nodig. Daarna klik je op open een rekening en dan selecteer je het soort rekening. Rekening voor één persoon, voor twee personen, voor een minderjarige, een zakelijke rekening, pensioenopbouw en of een uitkering van variabel pensioen. En dan kun je ook nog zeggen welke dienstverlening wil je gebruiken. In dit geval gebruik ik NNEK Vermogensbeheer. Dan ga je verder en dan kom je in het eerste scherm en hier blijkt al gelijk dat je wat informatie nodig hebt van je klant. Namelijk paspoort, want je hebt zowel een BSN-nummer, alle volledige voornamen nodig, ook als een paspoortnummer, dat zie je verderop. Geboortedatum heb je nodig en je hebt ook nodig waar die klant woont en welk 06-nummer hieronder in beeld van die klant beschikbaar is. Als je die gegevens netjes hebt ingevoerd, dan kom je bij de bepaling van de fiscale woonplaats. Nou, die klant moet fiscaal in Nederland woonachtig zijn en niet bij een ander land bij voorkeur. En dan voer je hier het BSN-nummer in. Dat hebben we natuurlijk nodig om de resignering naar de Belastingdienst op een goede manier te doen. Je komt daarna terecht in de identiteitsbewijs van het aanvragen. Nou, ook daar hebben wij een paspoort of ID-kaart voor nodig. Een rijbewijs is niet voldoende voor ons om te kunnen legitimeren. Op het moment dat je zowel bijvoorbeeld paspoort en handtekening is duidelijk zichtbaar aanvinkt, kun je het legitimatienummer invoeren, het vervaldatum van de legitimatie en dan kun je het paspoort uploaden. Als je dat hebt gedaan en je hebt het bestand goed geüpload, dan kom je in een aantal pre-fill mogelijkheden. Bij fondsenplatform heb je een aantal pre-fill mogelijkheden minder en die zal ik zo benoemen, maar het komt redelijk overeen. Pre-fill van de automatische incasso, op het moment dat je een klant hebt die automatisch gaat storten, dan kun je dat hier invoeren. Zo niet, nee, en dan ga je naar de volgende vraag. Opdracht tot vergoeding, als je die hebt, nou nee, simpel, ja, dan kun je hem uploaden en je kunt hem ook nog invoeren. Je kunt ook, nee, het formulier is nog niet ondertekend en dan zal de klant dat digitaal ondertekenen bij deze aanvraag. Als je het, hier onderin zie je ook percentage met een stafel, dus je kunt hier je eigen vergoeding ook helemaal in kwijt. Volgende vraag. Dan krijg je het doelvermogen. Nou, dat is belangrijk om het doelvermogen, zodat ook de tools daaromtrent gaan werken. Dus bijvoorbeeld 100.000 euro over een periode. Is er een deel verpand? Nou, ja. Aan wie bijvoorbeeld? En dan kun je, nou, het valt net weg, maar hier vind je een aantal partijen, onder andere Florius, Opvion enzovoort. Nou, stel je zet hem op nee en je gaat een volgende vraag. Dan krijg je een pre-fill over het accepteren van een klant. Ja, en dit gaat over de zogenaamde WWFT-vragen en die zijn belangrijk voor de Customer Due Diligence. Nou, stel je voor ik zeg ja, dan krijg je die vragen te zien. Bijvoorbeeld, wat gaat er gestort worden? Nou, 100.000 euro had ik gezegd. Hoe komt de klant aan het geld? Daar heb je een aantal opties voor. Wat is het inkomen van die klant? Wat is de opleiding van die klant? Heeft die beroepsmatig te maken met beleggen? En wat is de functie of wat voor categorie beroep heeft die klant en wat is die prof voetballer? Ja, dit zijn vragen die relevant zijn. Op basis hiervan kunnen wij een risico-inventarisatie maken en kunnen wij misschien extra vragen moeten stellen aan jouw klant. Dan krijg je voor vermogensbeheer is dit alleen niet voor fondsenplatform of portefeuillebeheer, maar krijg je vragen over de beleggingsstrategie. Ook hier kun je zeggen, ja, die wil ik allemaal invullen. Kun je alle profielvragen vast invullen voor je klant. Die klant moet ze daarna uiteraard zelf beoordelen en goedkeuren. Voor de tijd van het filmpje doe ik nu op nee. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Nou, hier krijg je nog wat uitleg over het profiel wat eventueel de klant voor zich krijgt. Komt daar sparen uit, kan de klant verder geen rekening openen. Uiteindelijk digitaal ondertekenen. Wil je nog wat anders toevoegen? Nee. En volgende vraag. En dan is er een belangrijke stap nog. Wil je dat je klant direct daarna afrondt? Je klant gaat zelf de vragen invullen en beoordelen en die gaat door naar NNEK. Of als je klant het heeft gedaan en hij is klaar, komt het terug bij jou als adviseur, zodat jij het uiteindelijk kan controleren of het goed gegaan is. Dan druk je op versturen en dan krijgt die klant het mailtje en die heeft een sms'je, want daar heeft het 06-nummer voor nodig.
krijgt een sms'je om een extra controle te doen dat het die klant ook is. Je krijgt hierna nog een, als ik op versturen druk, doe ik nu niet, maar dan zie je een viertal icoontjes van rood tot en met groen. En dan kun je aangeven hoe je dit proces vond. Liep je nou echt ergens vast, ging het niet goed, geef dan een rode of een 1, want dan kunnen we je bellen om te kijken wat er mis ging. Heb je hier meer vragen over? Neem dan contact op met accountteam@nnek.nl of 088 55 10 150.